Goedemorgen. Ik ga vandaag een dagje vloggen. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Eline en ik ben de zus van Aniek. En Aniek gaat vandaag iets heel vets doen. Ze gaat namelijk lunchen in Amsterdam. En Valerie is fotograaf van beroep. En die is op dit moment een documentaire aan het maken over het leven van Aniek en het ziek zijn van Aniek. Dus die gaat vandaag ook filmen en zo. En daarom mag ik mee, want ik rij en ik duw Aniek. En ik vind het ook echt super gezellig. Dus ik heb er zin in. Ik ben me nu aan het klaarmaken. Het is 9:15. En ik moet een beetje haasten, want ik moet om 9:30 naar Valerie om haar op te halen. En dat is wel even grappig, want dat is dus het grote verschil tussen Aniek en mij. Vroeger al, maar nu op dit moment ook. Want ik ben me nu dus aan het klaarmaken. Ik moet nog even mijn haar doen. Ik moet zo nog even kijken wat ik aan ga doen. En Aniek, ik weet dat Aniek hier echt al weken mee bezig is. Want die heeft een paar weken geleden, toen ze wist dat ze ging lunchen in Amsterdam, waar ze natuurlijk al heel lang niet is geweest, heeft ze verschillende setjes besteld online. Omdat ze niet wist wat het weer deed en ze toch iets leuks aan wilde. Ik weet dat ze heel veel nieuwe zonnebrillen heeft besteld. Dus we moeten dadelijk nog even kijken welke ze op gaat doen. Maar zij is hier dus echt heel erg mee bezig. En zij moet het ook echt voorbereiden. Want als zij, ja, zij kan niet zo even snel haren doen, even snel aankleden. Dat is, ja, dat is veel te veel. Veel te veel prikkels, veel te veel gedoe. Dus zij is hier echt al een hele tijd mee bezig. En ik ga me nu even klaarmaken. We zijn onderweg. Ik rij nu naar Valerie en dan gaan we naar Aniek. Ik kreeg net dan wel een appje van Aniek dat ze nog niet klaar is. Het gaat ook echt super slecht de laatste dagen. Dus echt vrot. Vooral omdat ik weet hoeveel zin ze hierin heeft. Echt. Ze is echt al dagen gewoon in bed. Ik kan ook niet op bezoek. Ze kan niet met iemand praten. Het is echt. Ja, ze ligt alleen maar in haar donkere kamer, in haar bed. Te overleven eigenlijk. En dat klinkt heel zwaar, maar. Dat is het eigenlijk ook. Dus het is echt. Ik ben echt, echt een goede vlogger. Hallo. Hey. Oh, ik heb veel te veel spullen. Kan ik wel dragen? Nee, maar gooi het wel gewoon in de auto. Yes. We zijn nu bij Aniek. We wachten even op haar. Voorbereidingen. We zijn in Amsterdam. Het is echt super mooi hier. Ik kan alleen de camera niet zelf draaien. Dus ik laat het even zo zien. Check. Heel vet. Jee, we zijn weer terug in Doetinchem. Het was echt super leuk, echt heel leuk. En ondanks dat Aniek echt een slechte dag had, heeft ze het echt heel goed gedaan. Heel goed volgehouden en echt van genoten. Nou, bij deze sluit ik deze vlog af. Ja, je moet nog wat zeggen. Vergeet niet je duimpje omhoog te doen. En wat je ook niet moet doen, is... Wat je niet moet doen? Niet vergeten te reageren. Ja. Reactie. En wat je juist wel moet doen, is abonneren op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie je ons weer snel terug. Ja, tot de volgende video.